Koolse levert oplossingen voor het zuiveren van industrieel afvalwater en afvalstromen. En daarbij proberen we altijd zoveel mogelijk stoffen terug te winnen, zoals biogas, hernieuwbare energiebron, meststoffen en water te zuiveren, zodat het weer te gebruiken is. Dit doen we altijd in een nauwe samenwerking met onze klanten, zodat zij een oplossing hebben die goed werkbaar is. Daarnaast werken we ook met kennisinstellingen om innovatieve technologieën toe te kunnen passen. Die leiden tot efficiëntere processen voor de terugwinning van stoffen uit water en afvalstromen. Wij hebben verschillende lopende biobased projecten. Eén daarvan is Manure Ecomine. Dat is een pilotproject gesubsidieerd door de Europese Unie. Hierin werken we samen met verschillende kennisinstellingen en bedrijven over heel Europa om te komen tot een oplossing voor de mestproblematiek. We proberen hierbij allerlei meststoffen terug te winnen uit meststromen, maar ook biogas te produceren. Een van de grote bedreigingen die ik zie is dat mensen heel idealistisch te werk gaan in het aandragen van oplossingen. Vaak resulteert dit in technisch haalbare oplossingen, maar die economisch absoluut niet haalbaar zijn, waardoor ze in de praktijk nooit een toepassing vinden. Kansen binnen de biobased economie zijn groot. Er wordt natuurlijk veel geld ingepompt om het voor elkaar te krijgen, om tot een circulaire economie te komen, waarbij we zoveel mogelijk terugwinnen uit onze afvalstromen. En Koolse heeft daarbij de juiste technologieën en we zijn ook continu bezig om technologieën te ontwikkelen om die kansen echt goed op te pakken. Wij nemen altijd hernieuwbare energiemogelijkheden mee als we oplossingen aanbieden. Daarvoor kijken we naar wat in de afvalstroom aanwezig is en vooral organisch afval. Als daar voldoende potentie voor is om dit in biogas om te zetten, dan zullen we dat altijd aanbieden. Echter, het moet natuurlijk altijd economisch haalbaar zijn. Dus het is altijd een afweging tussen economische en technische haalbaarheid. Aangezien wij altijd bezig zijn met biogasproductie, is de duurzaamheid van onze technologieën goed. Biogas wordt over het algemeen geproduceerd van afvalstromen. Er is een mogelijkheid om energy crops te groeien, maar daar kijken wij niet naar. Normaal gesproken nemen wij die niet mee, omdat daarmee veel landoppervlak in beslag wordt genomen, terwijl dat beschikbaar zou moeten zijn voor voedsel. Dus over het algemeen, de afvalstromen die zijn al goed genoeg om veel biogas te produceren. Koolse is al actief op het gebied van industriële afvalwaterzuivering en vooral gericht op de voedingsmiddelenindustrie. We zijn nu aan het uitbreiden naar de chemische industrie. Daar zijn ook een heleboel organische afvalstoffen die omgezet worden kunnen worden in biogas. Een andere focus, en vandaar dat we daar ook op pilotschaal mee bezig zijn, is mest. Daar zijn we steeds actiever in aan het worden. En daarnaast slipvergisting op RWZI's. Er is één belangrijke tip die ik kan meegeven betreffende de biobased economy. Logistiek speelt een hele grote rol bij de economische haalbaarheid van dit soort projecten. Vaak worden projecten centraal geprojecteerd en dan zie je dat de kosten van transport de economische haalbaarheid heel erg kunnen reduceren. Dus probeer het zo decentraal mogelijk te houden.